Johan Huff, 56 jaar en bijna 36 jaar in dienst van het postbedrijf. Ontelbare poststukken zijn inmiddels door zijn handen gegaan. Van blauwe enveloppen en huistuin- en keukenpost tot geboortekaartjes. Ja, wat dat betreft weet je het eerder als de buurvrouw, hoor. Als de buurvrouw zwanger is. Dan krijg je een blaadje van ouders van nu of meedoen voor moeders. Dan denk je, oh jongens, daar is weer wat op stapel. Ja, of als een keer iemand overleden is of zo, je hebt er tijd voor. Dan maak je even een praatje van, joh, dat is wel heel ouderwets natuurlijk. En mensen vinden dat toch op een of andere manier toch prettig. Maar ja, dat is natuurlijk het voordeel als je ergens vast in een wijk loopt. Dan krijg je natuurlijk veel meer binding met de mensen. En juist die binding vindt Johan belangrijk. Hij loopt al jaren de wijk Leidse Hagen in Leidschendam. In dat winkelcentrum voelt hij zich helemaal thuis. Ik ken natuurlijk Leidschendam al zo lang. Dat het is hoi, hoi, die, daar een praatje. Maar ja, goed, ze willen natuurlijk af van mensen met vaste wijken. Maar ja, ik vind het toch wel wat. En ze vragen alles aan je natuurlijk. Weet je, wanneer die zaak is weg, dat is daar. Dat, weet je wel, dat zit allemaal in, hoe noemen ze dat, in die harde schijf opgeslagen. Goedemorgen. Krentenbol en een croissantje. Hey. Ja, ik heb een ploegje meegenomen vandaag. Iets voor jou. Maar ik mag altijd proeven, hè. Dus, kijk eens. De vrolijke postbode krijgt het benauwd bij de gedachte dat hij straks afscheid moet nemen van zijn wijkie. Ik wil het graag volmaken in de tijd, maar of dat lukt is het tweede. En als het niet zo is, ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan hoe dat moet zijn als je dan, als ze daadwerkelijk tegen jezelf van nou, volgende maand hoef je niet meer te komen. Ik denk toch dat het een zure appel is. Ja, toch? Maar ja, blijven positief. Ik zie wel wat er gebeurt.